Pete Herring, die in 1978 naar New York gaat om te studeren, wordt opgezogen door de graffitikunst. Zijn interesse is groot en hij vindt het een grote inspiratiebron. Hij is zo geïnteresseerd dat hij soms de trein aan zich voorbij laat gaan om te willen weten wat voor werk er op de volgende trein zal staan. Maar hij is geen graffiti-artiest. Hij is een kunstenaar, performer en illustrator. Hij tekent al van kleins af aan, maar is bekend geworden door zijn illustratie op zwarte blanke doeken van oude reclames in metrostations. Op een of andere manier is Herring eigenlijk nooit echt opgegroeid. Hij deed waar hij zin in had en zijn energie en kinderlijke optimisme is terug te zien in zijn werk. Keith illustreerde tijdloze, abstracte kunst. Kunst met een boodschap. Zijn kunst is meteen herkenbaar door een minimalistische, kinderlijke manier van tekenen met vaak allesbehalve kinderachtige onderwerpen zoals leven, dood, oorlog en seks. Zijn visuele taal is gecreëerd en geïnspireerd door zijn omgeving en de tijd waarin hij is opgegroeid. Leven beeldde Herring uit als een baby. Het is dan ook de baby dat zijn kenmerk is geworden, omdat hij vond dat het de meest pure en vrije ervaring van het bestaan is. Drugs, seks en feesten is waar Herring voor leefde. Hij leefde in het moment en zo ging hij ook te werk. Hij illustreerde altijd met muziek en zo creëerde hij een visuele ritme. Zonder plan ging hij aan de slag en zoals hij zei, het woord tot het woord. En zonder er afstand van te nemen, wist hij de balans te vinden op het canvas. Zijn kunst is voor iedereen. Iedereen mocht het zien. Daarom opende hij een popshop vol merchandise van zijn werk, zodat iedereen kunst kon kopen. Later maakte Keith ook activistachtig werk. Vooral om het onderwerp AIDS aan te kaarten. Helaas is Herring zelf op 31-jarige leeftijd overleden aan AIDS, maar zijn visie om low en high art samen te smelten heeft zeker zijn stempel achtergelaten. Kunst is voor iedereen.